We zijn hier op Schiphol vandaag en we gaan eens kijken hoe het zit met het trotse gevoel van het Nederlands elftal. Derde geworden op het WK. Het is een beetje dubbel, want we wilden natuurlijk voor die wereldbeker wereldkampioen worden in Brazilië. Dat is toch waar Van Gaal en zijn mannen voor gingen. Maar we gaan eens kijken hoe het zit met het trotse gevoel van de Nederlander. Hoe trots zijn we nou op dit Nederlands elftal? Nederlands elftal derde op het WK. Wat vindt u ervan? Fantastische prestatie. Echt heel goed. Super trots. Goed gedaan, goed gespeeld. Helaas geen eerste, maar ik vind dat ze ver zijn gekomen. Nederlands elftal heeft goed gedaan op het WK volgens u? Geweldig, geweldig, geweldig. Hartstikke goed. Daarom bent u ook zo prachtig oranje uitgedost vandaag. U vandaag, mevrouw. Ja, meneer bedoel ik. Ja, natuurlijk. Hoe trots bent u op dit Nederlands elftal? 500%. Ja. En wat gaat u verder nog doen vandaag? Ik ga vandaag terug naar Engeland. Kijk, dat is hartstikke mooi. Nou, bedankt. Doeg. Succes, hè. Doeg. Succes, hè. Doeg. Succes. Can we ask you something about the World Cup football? Sure. Did you follow the World Cup? A little bit. Yeah? Yeah. Favorite team? Netherlands. Yes, Netherlands? Yes. What do you think of the Dutch team? I think it's a good team. I think they should have won. Yeah. Penalty kicks killed them, so... Okay. Well, the first time it went pretty well against Costa Rica, but it failed against Argentina. Yeah, Argentina was tough. Yeah. Argentina played very well. What do you think about the Dutch team? Wat vind je van het Hollandse team? Je hebt t-shirts, dus het is een beetje zwaar. Dus kun je zien, doe even één. Ja, even één. Are you proud of wearing this t-shirt? Yeah. Wie is de knapste speler van dit WK? Daar weten vrouwen toch wat meer vanaf? Neymar. Ja, Neymar. Het is jammer dat hij de laatste wedstrijd niet mee kon spelen. Ja, dat wel. Maar ja, hij is wel het knapste. Duitsland wereldkampioen. Vinden we dat jammer als Nederlanders? Of, Nee, ik vind het wel terecht. Ik had ook liever dat Duitsland kampioen wordt dan Argentinië. Ik vind Argentinië eigenlijk de meeste wedstrijden waren niet meer aan te zien. En Duitsland verdient het gewoon. Ja, liever hun dan Argentinië. Maar een beetje jammer. Ja. Duitsland wereldkampioen. Vind je dat terecht? Jawel. Ze zijn ook wel eerder landskampioen geweest. En... Ze zijn ook wel eerder landskampioen geweest en ze verdienen het wel. Hebben jullie veel Nederlands elftal gekeken, alle wedstrijden gevolgd? Allemaal gevolgd, ja, natuurlijk. En nu ook even mooi in het oranje? Natuurlijk, ja, dat blijf ik gewoon raar ook. Je hebt wel iets met oranje volgens mij. Ja, ik heb iets met oranje, heel raar. Ja. Beste speler van oranje dit WK? Robben. Ja? Dus ja, toch Robben. Ja, Robben natuurlijk. Sowieso Arjen Robben. Ja, Kuit. Mijn mening, maar... Overal inzetbaar? Overal inzetbaar, bikkelhard. Dus, en Vlaar ook trouwens. Ja, dat is een beetje mijn stijl, type jongens. Ja. Ron Baton. Ja, heel goed gezegd, inderdaad. Ja. Wil je nog iets zeggen tegen Louis van Gaal? Oh, nou, dat ik je echt een topper vind. Super, ja. Super heeft hij gedaan. Love you. Van Gaal, Louis, helemaal top gedaan. Thank you very much, have a nice day. Hey, no problem, you guys take care.